Goedemiddag CX-rijders, ik zie hier een CX500C, lekker waterpompkering. Alleen, er zijn wat opvallende zaken. Ten eerste, een dood schaap. Maar let op zijn ontsteking. Kijk eens, NEC'tjes. Dat is van een Silving 500. Dit model heeft dus een CX of een GL500 ontsteking en geen CX ontsteking. Ook de ontluchting is anders. De bobines zijn ook anders. Hier kun je gewoon de bobinekabeltjes of de bougiekabels vernieuwen. En dat zijn eigenlijk GL500 bobines. Niet bruikbaar voor de CX500. Carburateurs zijn wel weer hetzelfde als een CX500. Dus er zit wel degelijk verschil in. Gaan we even naar de andere kant. Henk, dat was alle koelvloeistof die eruit kwam. Dat is wel heel weinig. Dus was niet goed. En dit zat gewoon los. Dus het is een beetje vettig in jouw kardan. Lekker gesmeerd heet dat. Maar voor de rest, ja, het is een stekker. Maar daar houden we het dan maar op. Nou, hier heb ik dus aan gesleuteld. We gaan de dode schapen straks weer onderzetten of opzetten. Ik heb voor deze reparatie even de koppelingskabel losgetrokken. Toerentellerkabel los. En dan kun je het motorblok makkelijk laten afzakken. En wat we gaan doen is dus de achterdeksel lichten, hier ook. Dan gaan we eraf halen. Dan gaan we de waterpompkering vervangen. Dat is verder gelijk aan de CX'je. Hier zie ik nog wel een enorme dikke kabel met zijn smelteigenschapjes. Een oude type schakelaskering zonder stoflip. Ik monteer ze tegenwoordig met stoflip. Zo zijn ze in de oude modellen wel afgeleverd. Ik doe dat niet meer. Ik monteer nieuw. En voor de rest, ja. Oh ja, dat touwtje. Dat touwtje kan heel makkelijk zijn. Dan valt je carburateur niet naar beneden. Hoef je die niet los te draaien. Je gaskabels niet los te draaien. Je carburateurs blijven lekker zitten. En zo kun je dan makkelijker werken. Dus ik doe even een touwtje eromheen. Soms wil het helpen. Soms doe ik het ook niet. Maar nu had ik het gevoel dat ik het even moest doen. En ik was blij dat ik dat had gedaan. Nogmaals, dat dode schaap. Ja, leuk dat het erbij zit. Ik heb er niks aan. We gaan ons richten op dit motorblok. En zoals je ziet, toerentellerkabeltje heb ik losgetrokken. Leg er even opzij. Want het motorblok laat ik zo liggen. Bougiedopje doen we even opzij. Een slangetje doen we even omhoog. Zo. En dan gaan we vanaf hier werken. Ik heb de kapjes al losgehaald. Dat doe ik met een lange inbus. En ik kreeg die nog niet los. Dat doen we straks wel eventjes. Als ik de deksel helemaal los heb, dan kan ik hem even opzij kantelen. Omhoog wrikken en opzij kantelen. En dan gaan we kijken hoe die daar vast zit. Waarschijnlijk gewoon wat siliconenkit of andere kitresten. En dan wrik ik hem wel los. Nou, dan ga ik weer verder. Tot straks.